Bedford. Mm. Okay. Sorry. Ja. Hey. Hallo. Hey, mama. Hey. Tof. Ja. Dank u. Hey. Hey, merci. Ja, hey. Hey, wow, hey. Merci voor het komen allemaal. Het is keiveel volk en zo. Allemaal goed gesteld op comedy! Moet je eens komen staan, dan gaat er wel over. Het is heel raar. Ik ben nog altijd gewend om voor een half dood publiek te staan, eigenlijk. Ik ben vroeger nog klinieklaan geweest. Echt klinieklaan geweest. We begonnen met gemakkelijke werk, hè, op de palliatieve zorgen. Dat is kei gemakkelijk, één goede mop en iedereen lacht zich daar dood. En dan zo wat animatie gaan doen op de zelfverminking. Kei gezellig, worden overal met van die, hè, die open armen ontvangen. Ik was eigenlijk klinieklaan begonnen omdat er zo'n lieve jongen van wordt. Zo'n toffe gast. Ja? Zo'n sympathieke knul. Zo'n brave mens. Zo'n eigen ket. Zo'n toffe p. En dat is waar. Allee, ik heb sindsdien niet eens meer een dier doodgereden. Allee, ene keer een konijn. Allee, zo'n collega klinieklaan in een konijnenpak. Maar die is stunk. Maar dat is hard werk. Gewoon emotioneel hard werk. Allee, je komt dan in een kliniek en zo moeten kindjes, kankerpatiëntjes en zo. En dan moeten daar een week gaan werken. En dan komen ze een half jaar later terug in diezelfde kliniek. En dan zijn er zo twee weg. Omdat die dan genezen zijn zo. Dat is hard, hè. Dan zeg ik uiteindelijk maar crema-clown geworden. Ken je dat, crema-clown? Dat is een fantastisch concept. Dan begon de crematie. Hè? En dan kwam ik op. En dan zei ik, verrassing! En dat was het. Eigenlijk. Ja, wat moet anders zeggen? Oh, ja. Zo van, geen schrik hebben mensen. Als die gast ooit terugkomt als een zombie, heb je gewoon een ventilator nodig. Oef. Dat is ook niks. Of dan cremeren ze zo'n klein manneke of zo. En dan vragen ze een crema-clown erbij, omdat er veel kinderen bij zijn. Allee, jong, wat moet je dan zeggen? Oeh, de papi had hem even onmiddellijk in de urne gespoten. Hè? Die kinderen kunnen er niet mee lachen. Hè? Die kennen dat woord urne niet, natuurlijk. Oh, zijn er nog mensen die in een vrije markt geloven? Ik heb een cadeau gekocht voor Guy Verhofstadt. Kent hem, Guy Verhofstadt? Ik heb een cadeau gekocht, omdat hij terugkomt. Hè? Echt een cadeau gekocht om te lachen. Maar nee, echt een grote cadeau, een grote doos met daarin zo'n hele dikke, lange koord. Om te lachen, hè? Met zo'n briefje erbij, dat om te lachen is zo, met de tekst om te flossen. We zijn vrije markt. Zijn er mensen die buiten komen, die echt op straat wandelen of ergens toekomen en denken van, oh Leo, wow, een vrije markt. Nee, ik zal je uitleggen hoe dat komt. Dat is niet waar. Dat is, als je op een plaats woont waar pintjes goedkoop zijn, sigaretten duur en wiet verboden, dat is geen vrije markt. Dat is een schoolfeest. Dat is in een vrije markt weten wat je koopt. Ik weet niet wat ik koop. Ik heb een auto ook gekocht. Een hele kleine auto. Ik koop altijd een hele kleine auto, hè, ter compensatie van. Met een enorme lul. Ik moet geen onderbroek aandoen, ik hang die erover. Maar het is allez, echt zo'n kleine auto. Een wrakske, zo 18 jaar oud, €400, echt een wrakske. Als je ermee geflitst wordt, je bent content. Je hebt zoiets van, yes, ik kan het, zo'n auto. En dan staat er een verkoper naast. Dit is echt gebeurd. Hè? Weet je wat hij zegt? Hij start go. Hij start go. God er eens in zitten, start hem eens. Hij start. Wat moet je dan zeggen? Ik geef €200 meer. Het is een auto. Dat zit bij mij in het concept van een auto in. Dat hem start.
Anders is het geen, anders is het een zetel. Het is, je gelooft toch niks meer. Ze hebben reclame gemaakt voor Maas, de pintjes Maas. Je kent Maas, voor Maas Cool was het, geloof ik. Vorige zomer. Reclame voor Maas, dat is al een mop. Weet je wat de slogan was? Machtig Fries. Fries. Dat is geen eigenschap van dat bier, hè. Fries. Als je dat in de kooruit gaat halen of zo, dat is niet Fries. Dat is warm. Je moet dat in een frigo zetten en dan wordt dat Fries. Maar als nou de enigste kwaliteit van Maas is dat het Fries wordt... Als je het in een frigo zet en dat is de enigste kwaliteit van Maas... Dan mogen ze toch geen reclame voor soep doen, ze dat toch ook niet? Derby soep, kei warm. Dat is wel Levi's verf, kan tot kei hoog tot tegen de muur. Zo koffie, kopje koffie, amai, amai, daar kan kei veel melk in. Wow. Dat is toch geen reclame. Weet je dat er pillen op de markt zijn? Fluoxone, fluoxetine, iemand die het pakt? Ja, come on, geef dat toe. Nee, fluoxetine? Dat is een medicijn, hè. Je moet dat voor de zol eigenlijk in een apotheker eens gaan halen. Dat is Prozac. Dat is Prozac, maar het generisch middel van Prozac, dus dat is veel goedkoper en dat marcheert ook. Hè? Kijk. En je moet echt eens gaan halen, dat heeft een bijwerking. Ik verzin dit niet. Je moet dat innemen een half uur voor de maaltijd. En dat heeft als bijwerking ontneemt uw eetlust. Ik verzie dit niet. Dat is opstaan, naar de winkel gaan, pilletje pakken, beginnen te koken, wegsmijten en gaan slapen. Dat is uw dag. Mogen ze wel gelukkig. Dat is een medicijn. Dat is iemand in heel dat productieproces moet toch op een gegeven moment... Die gast die in een bijsluiter tipt eventueel, moet toch op een gegeven moment echt gedacht hebben van... Dat is ook... Dat verzint je. Dat is zoiets als suppositoires uitvinden van die pillen die je in je gat moet... Geen foto's nu. Van die pillen die je in je gat moet steken... Dat je dan tegelijkertijd als bijwerking van die keiharde scheten van moet laten of zo. En je denkt, godse moraal, zo. Dat is zoiets als Viagra uitvinden, waar je dan zo'n roevel van een stijve van krijgt. En tegelijkertijd, als bijwerking, zo zin in cultuur of zo. Zeg, jij gaat die een boek gelezen? Mensen... Nee, maar ik kom... als je die pillen pakt, moet je naar een psychiater. Zijn mensen die dat doen? Ja, hè. Ja. Allee, je weet waar ik het over heb. Je moet een goeie pakken. Heel belangrijk, een goeie psychiater. Ik had zelf een heel toffe psychiater. Oh, echt een heel lekker wijf. Echt zo'n tette. Ja, dat is dan op een gegeven moment vraagt hij, standaard waarschijnlijk, vraagt hij... Bert, heb jij het gevoel dat er dingen om je heen niet werkelijk zijn? Hey, ja, die twee er. En de sessie. Nee, maar allee, ik kom van Malderen. Ken iemand Malderen eigenlijk? Een dorp, hè, maat? Allee, voor mensen die het niet kennen, het Malderen, dorp, Londerzeel. Misschien mensen die Londerzeel kennen. Als wij vroeger naar de grote stad gingen, dan gingen wij naar Londerzeel. Daar hadden ze gazetten. Het enige moment dat wij thuis de gazet lazen was op vrijdag in Spiegelschrift op de kabeljauw. We wisten niks gewoon. Allee, ik heb nog geweten dat wij één verkeersbord hadden in heel het dorp, in Malderen. Eén verkeersbord, zo'n bord met Malderen op. Er is ooit eens iemand tegengereden, hebben ze dan 50 meter tevoren een ander bord gezet, zo opgepast, verkeersbord. We hadden één café in het dorp met zo'n dikke madame achter de bar met 6 dochters. Hoe noemde dat café? In de 7 spleten. 6 nieuwe. En 1 versleten. Nou, je kent het. Dat is het niveau van Malderen. Elk zomer hebben ze het dorp... Ik ben nog eens geweest naar het dorpsfeest in Malderen. Dat is gewoon bier. En de volgende dag word je echt wakker op straat. Dat je denkt, godverdomme, dit is mijn straat niet. En ik lag juist in een plas. Hè, en het had niet geregend.
En dan moet het heel gênant zo de weg gaan vragen aan, naar uw eigen huis, aan de plaatselijke politieagent. Hè. Vraagt u af, hoe heb je die dan gevonden? Dat was gemakkelijk, die lag daar. Ja. Het ergste in mijn dorp waren mijn ouders. Ik had zo van die ouders. Die, weet je, ik ben in de jaren 70 geboren. Hè. Wij kregen thuis geen borstvoeding. Dat was toen modern. Ze deden dat niet meer. Weet je nog? Dus ik heb me sindsdien alleen maar kunnen hechten, hè, aan flessen. Maar geen borstvoeding, dat is toch de natuur. Als wij nu als mannen in de zaal, in plaats van zaad, melk in onze zak hadden zitten. Ja. Je zou toch 5 keer per dag eten geven, hoor. Nog een plekje vrij. Dat wordt opgenomen voor Canvas. Ik weet ook niet wat ze ermee gaan doen. Nee, maar echt, mijn moeder had echt iets met niet lekker koken. Gewoon, punt. Haar favoriete schotel was zo, hè, schotel met jonge kip. Ken je? Een omelet. Met Provençaalse saus erover. Over alles ook. Provençaalse saus. Kent je het nog? Weet je waarom dat zo heet? Provençaalse saus. Dat is uitgevonden door een gast. Zijn kleine, helemaal alleen, met zo'n zak krajuinen, liet oversteken op een provençale baan. Wij mochten vroeger van ons moeder, dit is echt waar, geen spinazie in de microgolf zetten. Omdat er ijzer in zit. En onze vader die deed niks. En zo van, hé, wat doet uw papa? Niks. Als dat op school aan mij vroegen, zei ik altijd, mijn vader werkt niet meer. Onze moeder heeft hem gisteren nog geprobeerd. Hij is kapot. Weet je wat het ergste is aan mijn ouders? Die sloegen ons nooit. Kent je die ouders die hun kinderen nooit slaan? Maar nooit, systematisch nooit. Gewoon niet slaan. Zijn er mensen met kinderen hier? Ja. Nee. Ja, slaat je die af en toe? Ja, voilà. Kijk, dat zijn normale mensen. Gewoon af en toe een map, gewoon klaar. Nee, maar kent je die ouders die hun kinderen nooit slaan? Je kent ze? Je moet er eens op letten. Dat zijn altijd die ouders, dat type van ouders, die hun kinderen dan wel zodanig kleden dat die wel in elkaar worden gemapt door hun vriendjes. En dat was ik dan. Ik moest echt op school gaan schuilen bij oude schoolkameraden. Je bent zo 15, 16 jaar. Ik had een vriendin, je kent ze. Ga even terug naar die tijd, 15, 16 jaar. Neem het mooiste meisje van de klas. Allemaal meedoen. Het mooiste meisje van de klas. Hebben ze? Ja? Ik had iets met die dikke vriendin. Nee. En het enige wat wij samen hadden, was acne. We hadden zoveel acne, als wij gel nodig hadden, drukten wij op ons voorhoofd. Klaar. Dat is de situatie. En dan gaat er bij die oudere schoolkameraden staan. Weet je wat? Die 18, 19 jaar, die gasten van... ik ben van het weekend uit geweest met een BMW van mijn broer, maat. Hoe het al een keer klaargekomen in een BMW, maat. En dan stoor je daar zo bij van... Nee. Wel al eens in een getje. Allee, is een tasje vouwken of wat? Nee, in een getje. Deze die bij ons thuis een beetje discipline had, was mijn tante. Tante Hitler. Ja. Die noemde niet echt tante Hitler, hè, natuurlijk. Tante is geen voornaam. Maar die had discipline. Allee, die had ook echt zo'n snor. Allee, niet echt een snor, hè. Gewoon heel lang neushaar. En zo'n pukkel waarvan je denkt, kup daar een keer lingerie voor. Maar die had discipline. We waren daar ooit eens op bezoek. En die ging naar boven en die zei, mannetjes, ik ga even naar boven. Ik ga het bad laten lopen. Volgens mij kon die dat. Loop. En dan dat bad aan zo, hè, tik, tik, tik. En dan die lavabo erachter. Nee, ik moet... Ah.
Nee, maar raar. Allee, ik heb mijn vader één verrassend ding horen zeggen ooit. En dat is ook zo van, ja, ik ga naar boven, want ik moet er vroeg uit. Dat ik dacht, oké, ik snap dat ons moeder de pil niet pakt, maar hoe je dat oplost, houd dat voor je eigen. Hè, gast. Allee, dat was de jaren 80. Weet je nog, dat ze zo, je kon zo thuis blijven van school om medische redenen. En dan in de jaren 80 kwam dat ook op, dat je kon thuis blijven om familiale redenen. Weet je dat nog? Ik vond dat bizar. Ik ging om familiale redenen naar school. Echt, naar de paters, hè, maat. Zijn er mensen naar de paters geweest? Wie is er allemaal naar de paters geweest? Ja, de paters. Vetzakken, hè, maat. Ja, dat viezerieken, hè, maar. Allee, ik kon u niet vooral gemeenen, hè, of zo, maar. Allemaal. We hadden een pater voor Engels die zei dat in de les. Er ging geen week voorbij of die zei: Children, it is very important in life that you learn to succeed. Vettig, hè, maat. De paters. Ik heb die gasten nog, ik weet niet waar het geholpen, mijn theologisch probleem opgelost. Hey, dat gaan we weer doen. Een theologisch probleem opgelost. Echt waar. Ik, 16 jaar, toen, die leeftijd. Heel simpel, gewoon nadenken. God en Allah, hè? Je kent die, hè? Dat is dezelfde. Hè? Maar toch ook niet. Heeft iemand dat hier al eens begrepen? Dan ga ik dat speciaal voor jullie eens uitleggen. Als de uitleg u niet helemaal bevredigt, dan steekt u gewoon na afloop van de uitleg, hè, uw vinger waar dat je maar wilt. God is eeuwig en Allah is eeuwig. Dus die zijn alle twee eeuwig. Dus die zijn op hetzelfde moment geboren. Dus dat is een tweeling. Voilà. Het is gewoon nadenken, hè. Maar het is nog niet gedaan, want die denken alle twee altijd exact hetzelfde. Hoe komt dat? Een Siamese tweeling, hè? Die hangen nog met hele kop onien. Eén hersens, ja, klaar. Dat verklaart toch alles? Zo'n tsunami of zo, en dan vragen de mensen: waarom doet God niks? Ja, die hangen nog met zijn kop aan Allah. En Allah is groot, hè? Ja, dus die kan niks doen. Die kunnen nog niet heftig stratego spelen met wezen, maar niet kijken, niet kijken. En dan moslims die roepen dan dood aan de christenen, en christenen roepen zo weg met de moslims, en God en Allah, die zitten daar dan van boven op te zien. Zo. Oh ja, want als je met je kop aan één hangt, kun je niet nee schudden. Hè? Zo, dat gaat niet, want dat is zo... En dat gaat... De chance dat je met je kop aan één hangt, dat je niet één lijf hebben en twee koppen. Allee, dat, als er dan één van de twee homo is, is de andere dik gescheiden, hè, man? Zijn er hier... Zijn er veel singles in de zaal? Ja. Allee, Ian. Nee, maar, zijn er ook happy singles? Ja. Dikke kloterij, man. Nee, ach, zo, allee, ach, nu echt. Ik zit zo in een fase. Ken je dat, zo'n fase dat er niks lang duurt? Ken je dat? Zo niks, gewoon niks. De laatste vriendin die ik had, die was als een zonnetje in huis. Tegen 's avonds was die al weg. De vrouwen zijn mij over het algemeen zo rap beu in bed dat ik met een condoom verschillende relaties kan doen. Nee, maar allee, af en toe is zo'n open relatie, ja, zoiets als open tuberculose, hè, ligt ook altijd alleen in bed. En ja, dat is zo'n, die fase, daar zitten we een beetje in. En ik heb zo één keer iets gehad met een vrouw en die was getrouwd. Ja, zo, niet met mij, hè, maar met iemand van de familie. Ja, met mijn vader. Stiefmoeder, hè. Allee, ik bedoel, die... Oh, het is een lang verhaal. Maar het is, nee, maar het is heel gênant. Allee, die zei ook van... Ja, Bert, als je wilt afspreken, bel een uurtje op voorhand.
En ja, dat is een ozel. Allee, dan gaat er zo, als je daar toevallig langs loopt en je zo aanbellen, komt je vader open doen. Hé, Bert, kom er niet binnen. En dan zeg je zo, nu over een uurtje. Zijn er mensen met een slechte relatie zo, die al lang samen zijn en dat je denkt van, goh, het trekt al heel een tijd op niks? Nee, maar ik heb dat zelf gehad. En dat begint, maar ik weet hoe dat komt. Dat begint heel mooi. He, dat begint zo met liefde op het eerste gezicht. Zo, he, een dag vlinders in uw buik, 2 dagen vlinders in uw darmen, de rest van de maand diarree van dode vlinders. Dan komt er een romantisch moment en dan echt een heel mooi moment. Dan gaat je wandelen in het park en dan zeg je, ik ga heel de wandeling lang in uw ogen kijken. Ik ga niet wegkijken, ik ga niet knipperen, ik blijf in uw ogen kijken. En dan zegt ze, pas op voor die onderstront. En dan zeg je, daar trap ik niet in. En wel. En dan een romantisch, het gênante moment een beetje bij haar vader thuis. Gaat ze eerst een dag bij haar vader thuis, weet je toch? Die gast was kapper. Dus, allez, ik was in die tijd ook al aan de drank. Maar als je veel drinkt, dan heb je altijd zo'n diarree en een valling. Hè? Samen. En dus dan zit je echt altijd op wc met je zakdoek en dat wc-papier. Dus allez, ik stonk. En dan kwam zo echt bij haar vader thuis. Die gast was kapper. Dus het eerste wat hij zegt is, dag jongen, ik heb wel iets tegen vet haar. Ik zeg zo, dank u. Hebt u misschien ook iets tegen haar vet? En zij kwaad natuurlijk. En dan is zo wat de verliefdheid voorbij en dan begint de relatie. En zijn ze zo terminaal samen. Allee, ik weet, alles wat je doet is niet goed. Samen naar Dardenne, met een trein naar Dardenne. Dan had ik zo'n goede mop. En dan zit op de trein en dan komt er altijd zo'n gastje van een trein, met zo'n klaksje van een trein, met zo'n jasje van een trein. Zo vragen, meneer, hebt u een kaartje? En dan zeg ik zo, hey, dat is normaal, jongen. Jullie kennen de weg toch zelf wel? Dan kon zij niet meer lachen en hij ook niet. En dan in Dardenne, uren, dagen, dat is romantiek. Dat is romantiek. Uren, dagen rondlopen in de winter, hè, voordat je een winkel of ook maar een huis tegenkomt. Wij zijn toen nog gered door zo'n Saint Bernard. In 2 dagen van moeten eten. Dus ja, op den duur zit je eigenlijk alleen nog maar op te tellen hoeveel geld en tijd dat je in zo'n vrouw steekt. En alleen nog maar af te trekken wat je er wel in wilt steken. Dus het enige goede moment dat er dan nog kwam, is dat ze op een mooie zondag in het park gingen zitten, op een bankje in de zon. En dat ik dan zo stiekem een bordje op haar rug hing. Zo met de tekst, om mee te nemen. En dan namen ze dat bordje mee. Dus ja. Je zou nogthans denken, ik heb... Zijn er veel mensen gaan studeren? Nee, ook niet. Oké. Okay. Wie is er allemaal gaan studeren? Ja. Wat is het belangrijkste dat je leert dat je gaat studeren? Drinken. Ja, dus dat is mijn publiek. Eigenlijk. Nee, de vrijheid. Come on, mensen, de vrijheid. Allee, op kot gaan, elke avond gaan drinken. Hey, drinken, smoren. En de volgende dag zijn er van alles bevrijd. Rugzak weg, sleutels kwijt. Alles. Wij waren links, hè, toen. Is dat nu nog? Studenten waren links. Je weet wat links is? Dat is daar. Allee, voor hun is dat daar heel ingewikkeld. We gaan zo links, rechts, extreem rechts. Je weet wat extreem rechts is? Even heel belangrijk. Ja. Voor de vrouwen in de zaal, dat is de plaats op de autostrade waar je moet rijden. Ik zeg het maar even. Nee, we waren links. Ik had zo, de kameraad Jos die was links als een stoornis. Dat bestaat, hè? Als een stoornis. Ja, die was links omdat hij problemen had met gezag. Kennen die mensen? Omdat hij een moeilijke relatie had met zijn vader. Dat ik denk, dat is normaal. Wie begint er nou een relatie met zijn vader? Dus het is echt zo'n gast die... Dus, allez,
een beetje zwaar aan de tofu. Die altijd ook begon te zagen op café van ja, Bert, ik heb het gevoel dat mijn vrienden op mij neerkijken. Ik moet zeggen, allee, Jos, come on, Jos, jij hebt geen vrienden. Zo iemand. En daar gingen we dan mee acties doen. Gingen we acties doen samen. Zo, ah, dat is misschien voor straks iets in Antwerpen voor mensen of zo. Dat is een fijne tip. Moet je op voetpad gaan lopen. Hè? Gewoon op voetpad lopen. En als je dan zo'n flik tegenkomt, zo'n police, dan pakte die je vast en dan duwde die je eraf. Zo, bam! En dan kijkt hij zo raar, zo van... En dan moet je zeggen, ah ja, meer blauw op straat. Bam! Dat... Zo bewustmakingsacties, hè, is dat is heel belangrijk. Of naar de GB gaan, naar Carrefour is dan, oh, weet ik veel, de supermarkt gaan. En dan moet je zo'n ei kopen, één ei. En dan gaat het naar de kassière, ja. En dan staan we met dat ei. En als ze dan vraagt, zo, hè, wat, die zeggen altijd wel iets, en dan doen ze zo, oep, en de kop. En dan kijkt hij ook altijd zo raar, zo... Wat is dat? Ah ja. En dan moet je zeggen, ah ja. Hè? Dat zit hier... je hebt hier zo'n hele winkel vol met zinloze producten in zinloze verpakkingen, met zinloze informatie op, met van die zinloze boekjes, met zinloze interviews in. Hè? Maar zinloos geweld, dat is dan raar, of wat? en dan begin je na te denken, hè, jong. Oh, dat is... Maar allee, dan kom je uit zo'n... Allee, wat ik wou zeggen, ik kom uit zo'n links studentenmilieu. En mijn eerste job, ik had niet gewerkt. Ik had aan de helpdesk gewerkt, zie, als student. Heeft iemand dat gedaan? Helpdesk voor verzekeringen, maat. Echt, dat was... Ik denk nog Fortis verzekeringen. Staan dag en nacht voor u klaar. Ziet er door dag en nacht op die helpdesk. Om 6 uur 's morgens bellen ze nog. Ze van, hé, hey, verzekeringen. Ja, meneer, zeg, zo'n woningverzekering, hè, dat je geld krijgt dat je huis afbrandt. Telt dat ook als je het niet meer vindt? Ja, natuurlijk, het wordt gestort. Ja. Nee, maar dus mijn eerste fameuze job was in Antwerpen. Ken je wel Antwerpen? Ja, Antwerpen waar stemmen tegen buitenlanders? Hein? Die stemmen toch niet terug? Hein? Daar. Dan kom je ineens in een situatie... Ik zat aan de stad, hè. We hadden een conciërge. Als wij in de winter een beetje later doorwerkten en we gingen naar huis, die conciërge... Hey mannen, pas op, hè. Het is al laat. De mensen op straat werden al donker. Ik had een collega met een Golf GTI, met een sticker van achter op de ruit. Gelieve dit raam niet in te slaan, ik ben zelf een Marokkaan. Er was zo ene gast op de dienst, die was zo niet racistisch. Daar weer mee gelachen, zeg maar. Een ding, de Mohammed. Het ergste in Antwerpen zijn ook die niet-racisten, hè? Ken je die? Ken je die niet-racisten? Ah, ik zeg geen racisten, maat. Ik zeg geen racisten. Ken je de Patrick, hè? De Patrick, ik doe geen hem aan, want die van ons kan niet straken. Janssens, hè? Dat is een niet-racist, hè? Weet je, allee, die komt toe als burgemeester. Het eerste wat je doet als burgemeester is ervoor zorgen dat allochtonen anoniem kunnen gaan solliciteren. Dat ik denk, hoe sympathiek wil je eigenlijk maken bij die mensen? Dat je anoniem kunt gaan solliciteren. Dat is nou toch gewoon godverdomme toegeven dat we allemaal klote racisten zijn. Er is een sollicitatiegesprek, zit er 3 man met een papieren zak over hun kop. Ja, wat is uw naam? Dat mag ik niet zeggen. En halverwege komt hem af met een hoofddoekenverbod. Is er iemand die... Voor mensen die aan een loket zitten. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Voor mensen die aan een loket zitten... Dus ik heb zoiets van... Schat, als je er beter uitziet mee dan zonder, zet dat doe. Ik ken veel mensen die aan een loket zitten... Waarvan ik denk... Zet dat doe. Een burka erover. Ik vind het ook...
Een kartonnen doos. Een glascontainer. Bang! Kunnen ze een rijbewijs gaan halen en uw flessen erin smijten. Maar ja, zeg je. En als je nu, ja, als, en in die situatie moet je dan zo sociaal werk gaan doen. Hè? Ik was zo'n sociaal werker. Ja, dat werk mogen we relativeren. Dat is, allee, ja, kom aan. Dat moet je dan, weet je, echt, dat zo echt bij mensen thuis, hè, zo aanbellen, komt er zo'n meisje open doen waarvan je denkt, allee, moet jij niet naar school? Hè? En dat is dan de moeder, dat werk. Ik herinner me één. Ik moest naar een... Echt, bij mensen thuis. Tsjetsjeens madammeke, 38 jaar. Hè? Die was uitgeprocedeerd. Hm? Die wordt uitgewezen. Die wordt teruggestuurd door Tsjetsjenië. Die vindt dat raar. Die vindt dat heel raar. En dan moet je... Dat, je kunt niks doen. Hè? Je moet er iets gewoon zeggen. Je kunt niks doen. Hè? Die wordt terug. En wat moet je dan gaan zeggen? Ik weet nog goed. Ik zei van... Zeg, madame. Die mensen die u hinder... hebben weggejaagd. He, die mensen die uw familie hebben het gemoord of zo. Of, en die hebben weggejaagd. He. Hadden die twee handjes? Die madame zo... Ja. Zeg ja. Oeh, en dan... Hadden die aan elk handje... 5 vingertjes? Ze zo... Ja. Zeg ja. Die zijn hier ook. Dat is toch waar, zeker? Ja, maar... Dat communiceert ook niet goed. Hè? Dat is burka, hè, zo Tsjetsjenië. Dat is heel lastig binnenkomen. Dat is zo'n vrouw met 4 achterkanten. Hè? Dat je denkt van... Moeten ze zo'n ijsblokje ingooien, waar de tepels uitkomen? Ja, dat is de voorkant. Ja. Gezien. Als je echt wilt weten wat dat je denkt zo van ja, discriminatie en zo, hè, van goh, wat zou dat zijn? Moet in Brussel gaan wonen. Zijn mensen van Brussel? Ja, ik heb daar een master gedaan. Hey, dat is tof. Allee, dan daar doen ze hetzelfde met ons. Ja, dat is Brussel. Dat is gewoon, want er was gemeente Schaarbeek. Ik krijg een brief van de gemeente. Die is ook echt gebeurd. Hè. In twee talen gelief langs te komen voor je inschrijving. En dan gaat je naar de gemeente, zit dan een ambtenaar. Zit er ambtenaren in de zaal? Ja. Die doen geen kloeten, hè, maat? Ik kon u niet vooral gemienen, maar... Allemaal. Zo hebben ze volgens mij de CIA uitgevonden. Dat waren 4 ambtenaren die zaten 6 jaar lang geen kloten te doen. En dan komt er zo'n evaluatiecommissie langs zo van... zeg, wat hebben jullie eigenlijk de laatste 6 jaar al gedaan? En zo een van die ambtenaren die zegt van... Dat is geheim. Ah ja, oké. Okay. Nee, maar zo'n type ambtenaar, je kent die gast. Zo'n gast die zijn computer vervangt als zijn bureaublad vol is. Die. En... die. En dan worden ze heel beleefd in het Nederlands, nog niet in het Vlaams, hè, in het Nederlands, vragen, meneer, ik moest langskomen voor mijn inschrijving, wat moet ik doen? Wat zegt die gast? Je peux vous aider. Dat is echt gebeurd, hè. Dat ik ook echt zeg van... Ja. He, begin al eens met wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. He? Doe het gewoon. Ja, maar je peut... Weet wat je dan moet doen? In het Engels beginnen. In het Engels beginnen kunnen ze ook geen kloeten van. Maar dat willen ze kunnen. Engels, dat willen ze kunnen. Hè? Dat is zo van, direct in het Engels. Sorry, sir, you sent me an invitation letter that I had to pass by here at the City Hall. You know, I guess to get some things dwembled. En dan zie je die moeite doen, hè, man. Pardon, no, sorry, sir. I don't understand. Well, you sent me an invitation letter, the letter, you know, that I had to pass by here at the City Hall. You know, I guess to prattle up the dip. die moeite. Sorry, I really don't understand. But have you got that paper? En dan hebben ze hem.
Zo, wat? Zij Pepa. Wat? You know, zij Pepa. Zij Pepa? Ja, zij Pepa. Sorry, I speak English. Wat is zij Pepa? You know, zij Pepa. Zij Pepa. Ah, you mean... the paper. Zij Pepa? No, the paper. I'm gonna give you a little lesson. En die doen het, hè. Die doen dat. I'm gonna give you a little lesson. You say da. Nee, gast. Da. Very good. Okay, now you say da pa. Da pa. Very good. Learning fast. Now you say da papier. Da papier. Ja, dat heb ik bij. Alsjeblieft. Klaar. Antwerpen, de enige stad die ik de laatste jaren gezien heb, is Parijs. Sorry, maar ik kom ook nergens. Ik heb een week in Parijs gezeten. Heel lelijk. Echt lelijk. Echt zo. Ik heb er maar een week gezeten. Ik moet toegeven, elke avond een paar glazen wijn. Allee, van die lange glazen met zo'n kurk erop. Ja, wat vonden van Parijs? Ik vond het een beetje dubbel. Maar ja, dat lelijk is... Die Eiffeltoren, dat staat er nog altijd, hè. Een lelijk... Daar is een restaurant boven, hè. Weet je waarom heel Parijs staat aan te schuiven om in dat restaurant te gaan eten? Hè? Ik zal het u zeggen. Dat is de enige plek in heel Parijs, maar echt in heel Parijs, waar dat klote ding niet ziet staan. Dat is bereid. Maar dat is een multiculturele stad. Dat is echt multicultureel. We zijn er Somalisch gaan eten. Dus nee, echt een Somalisch restaurantje. Echt lekker eten. Echt, ja, bij zo'n neger, een Somalisch. En echt lekker. Gewoon dat ik zeg tegen die gast. Wauw, maat, dat zou ze kinderen moeten hebben, hè. Ja, of dan moet, dat is ook tof. Dan moet je naar een Chinees gaan. Je moet zo naar een Chinees restaurant gaan. En ik heb niks tegen Chinezen. Altijd even bij zich. Mijn broer is met een Chinese getrouwd. Dat is de mosterd op de kaas. Dat is zo'n vieze gele vlek. Maar dat is waar. Dus niks tegen Chinezen. Wel iets tegen China natuurlijk. Een beetje klein beetje. Er zit in China nog altijd iemand opgesloten. Die was in 1997 gesurfd naar een pro-democratische website. Weet je nog? Gesurfd. Nog niet gefietst, hè. Gesurfd. Dus sindsdien zit hij opgesloten in een kamerke van 2 meter op 2 meter. Met één speciale deur, hè, die we op één hele speciale dag in het jaar opengaan. Van, hé, is bezoek voor u. Echt waar? Nee. 1 april. Enfin, situatieschets. Maar dan moet je zo... echt bij een Chinees gaan eten, dan moet je eten bestellen, moet dat eens doen. En dan gaat die gast dat zo klaarmaken. En dan komt hij altijd terug met zo... iets dan... En dan denk ik van... Allee, zo... En van die dingen... En dan zo... En dan zo... Wips. Met zo van die dingen... In een bakje. En dan vragen die altijd, en meenemen? En dan zeggen ze zo, ja, neem maar terug mee. We gaan zo rustig aan moeten afronden. Sorry. Ja, het is een korte show. Jullie moeten naar huis, ongetwijfeld. Naar de kindjes. Naar de etters. Het is toch... Ik heb een zus die heeft een perfect gezien, maar echt perfect. Alles perfect. Alles is daar proper. Bij mij is alles vuil. Ik ben zo iemand, als ik ga douchen, zie je aan mij niks, is wel een douchesmerig. Ik heb ook geen stofzuiger thuis, ik heb een kat. Die rolt over de plancher. In het weekend klop ik die uit tegen een boom. Maar dus, bij mijn zus is zo echt een perfect gezin. Maar het enige waar ik... Die kinderen, dus zo twee kindjes, ik denk 7 en 9 of zo, Chloe en Zeno. Ik vind dat grappig. Maar die kijken een hele dag televisie. Een hele dag.
televisie. Die zaterdagochtend komt je daartoe en dan kijken die televisie. Cartoon Network. Ik bedoel, sport, dat kennen die niet meer, hè? Windsurfen dan, denk je dan, een scheet later dat je op internet ziet. Dus, ken de Cartoon Network? Ik in mijn tijd keek nog naar Nijntje. Ken je Nijntje? Nijntje? Yes, Nijntje. Rolmodel voor Vlaanderen, Nijntje. Rolmodel. Weet waarom? Die zijn niks. Nijntje, die zijn niks. Die zijn niks. Geen kloot. Nijntje. Die had een vertelstem. Die zijn niks. Om Nijntje nog een bek open te krijgen, had zo'n kruistennevies nodig. Maar... Ja. Dank u. Pauze. Nee, maar tegenwoordig zitten ze naar die... hebben ze een tekenfilm gemaakt over het meest interessante beest waar je een tekenfilm over kunt maken? Een spons. En die babbelt niet alleen constant, die babbelt de constant zo! Dus die kinderen van mijn zus die zijn mondiger dan ik. Die zijn mondiger. In een familiefeest ben ik zo de grappige onkel. En dan, wat moet je zeggen tegen je? Ik zeg ze van, ja, en wat wilt jij later worden? Echt, die kleine, Zeno, de kleinste. Een loser. Ah, en wat is dat, een loser? Ah, wel, zo'n lul dat op familiefeesten altijd komt vragen. En wat wilt jij later worden? Daar. Mensen die nog iets willen drinken, ik blijf hier nog iets drinken. Nog veel, waarschijnlijk. Pas op met de pintjes. Allee, voor mensen die zijn er veel, mensen die veel drinken. Pas op, ja, maar nee, pas op met de pintjes. Je moet daar echt voorzichtig mee zijn. Je kunt heel rare dingen... Ik ga regelmatig naar zo'n zelfhulpgroep voor mensen die te veel drinken. Dat is misschien kent je dat wel, een café. Nog 2 weken geleden lag ik... Ik had wat gedronken, maar niet te veel. Dat je denkt van... gedronken, ja, maar niet te veel. Nee, maar echt niet te veel. Dan denk je, ja, ik heb iets gedronken. Ja, tuurlijk heb ik iets gedronken. Ik zit op café, gast. Maar niet te veel. Gewoon niet echt te veel. Dat je denkt, niet te veel. En ik lag op de grond. gewoon in de buurt van de bar. En ik begon te bellen. Dus niet met een gsm, hè. Ik begon te bellen. Blijkbaar. Want iemand nam mij op zo. Hallo? Echt heel raar. En ik word wakker en ik zeg zo van... Zo, hey, hallo, gaat het? In het Malders, ons dialect. En er was zo'n meisje en zei van, ja, ik heb een probleem, ik heb geen geld niet meer. Ik zeg, oh, dat is niks, dat kan ik oplossen met mijn probleem. Ik trakteer altijd. Maar ze moest niks hebben, ze moest naar huis. Ik heb dat auto, dus ik zeg, ik breng je wel naar huis. En weet je waarom? Omdat je zo schoon bent, zeg ik. Ik zag niet goed niet meer. En ze smelt helemaal weg en ze zegt, oh, vind jij mij mooi of wat? Ik ben zo blij dat je dat zegt, want ik heb mezelf altijd, ik weet niet hoe lelijk gevonden. En mensen waar ik mee ging praten en zo, die vonden mij ook altijd, ik weet niet hoe lelijk. En mensen waar ik verliefd op werd, die vonden mij ook altijd, ik weet niet hoe lelijk. Dus op een gegeven moment dacht ik echt, fuck it, ik ga gewoon zelf met lelijke mensen praten. En dat werkt. Ik had al beloofd om die naar huis te brengen. Het was een heel raar meisje. Die haar emoties zaten verstopt. Echt verstopt. Niet gewoon verstopt zoals een wc verstopt zit of zo. Hè. Als de wc verstopt zit, dan zie je hem nog staan. Dat is niet verstopt, hè. Allee, dat is, hè. Dan komt zo de loodgieter binnen. Hè. Maar, wat is er? Ja, de wc is verstopt. Na 15 minuten komt hij terug. Ja, ik heb hem gevonden. Hè. Het is niet zelf... Echt verstopt. Want wij rijden naar huis en het was nacht. En ik zeg zo... Kijk, de maan volgt ons al een hele tijd. Ik weet niet hoe romantisch. En zij kijkt zo sceptisch naar de maan. En ze zegt... Alleen het laatste kwartier. Dat is zo'n meerwaarde. Maar ze is echt een heel raar meisje, want we komen er bij haar thuis aan en ik denk, ik kon even mee binnen. Ik denk, ik
kwam even mee binnen. En die doet haar, haar jas uit. En dat was een heel raar meisje. Die had 3 armen. 3. Had ze ooit uitgenodigd met kerstmis en die waren daar blijven wonen. Heel raar. Maar goed, dus het staat om af te ronden eigenlijk wel. Hè. Pas op, er staan heel veel mensen verkeerd geparkeerd trouwens. Waarschijnlijk wel. Het is Antwerpen. Juist parkeren bestaat niet hier. Nee, het, ik heb een oplossing gevonden in mijn straat trouwens. Ik heb een van die blauwe. Nee, je hebt van die parkeerplaatsen voor rolstoelpatiënten. Ja, bij mij in de straat is er één. En die worden niet gebruikt. Die worden niet gebruikt, die worden nooit gebruikt. Ik heb nog nooit een rolstoel zien staan. Dus... Ja, dus ik ga daar parkeren. En ze hebben zo van die affiche. In Mechelen staan er bordjes bij. Zo van, neemt u mijn parkeerplaats, neem dan ook mijn handicap. Vind ik een goede deal. Ja, kunt u gewoon parkeren en dan loop ik zo verder. Voor mij oké. Ja, mensen, ik vond het heel gezellig. Misschien moet ik toch nog 1 ding met u delen. Iets dat ik ontdekt heb. Iets waar je mee naar huis kunt gaan. Iets dat als je naar huis gaat, dat je denkt van... Ah, ja. Ja, want dat hadden we nog niet gehad, hè. Nee, nu moeten zeggen van... Jawel, wat? Maar... Zwart. We slagen dat over. Nee, echt iets om mee te geven. Vliegen, kent je die beestjes? Hè? De bzzz. Waarom vliegen die? Waarom vliegen die? Wat wil je nou zeggen? Dat ik nog een half uur deur moet gaan? Of wat? Vliegen? Dat ken je wel. En zo de biesjes. En zo... Dat is allemaal ingestudeerd, hè, maat. Waarom vliegen die? Ik heb dat ontdekt. Die vliegen nergens naartoe, hè. Vliegen. Die vliegen nergens naartoe. Als dit uw idee is... Van... ergens... naartoe gaan, dan mist het concept van een binnenweg, hè, man. Dus die gaan ergens naartoe. Die zijn ook geen voedsel aan het zoeken, hè. Die moeten na 100.000 jaren evolutie toch al lang weten dat er in een lamp geen eten zit. Dus waarom vliegen die dan? Ik zal het u vertellen, die beestjes zijn zo groot... En die hebben geen stembanden. Wat wil dat beest doen, denk je? Gewoon even gaan zitten. Gewoon... Wat wil dat? Gewoon... Zoals jullie nu. Even zo. Even zitten. Ja. Maar die weet dat er mensen rondlopen die zo misschien af en toe ja, per ongeluk zouden kunnen... En op dat moment kan dat beestje dus niet roepen. Op dat moment kan dat beestje dus niet roepen van... Hé, hey, mannen, ik zit hier. Pas op, hè. Dus wat doet dat? Gewoon. Het enige dat dat beestje wil zeggen, wil communiceren, is gewoon van... Hé, hey, mannen, pas op, hè. Ik zit hier. En wat doen wij? Ja, daar in de slagen. Wat denkt dat beest dan? Oh, shit, zijn we niet gehoord? Ik zit hier, hè, mannen. En we blijven daar in de slagen. Dat beestje wil eigenlijk helemaal niet vliegen. Dat is geen vlieg. Dat is een zit. Een zit is dat eigenlijk. Het is gewoon beginnen vliegen omdat wij er altijd in de slagen. Zo hebben ze volgens mij de Roma-zigeuners het gevonden. Ja. Dat is toch ook zo gebeurd? Van, hé, hey, kijk, zigeuners of wat? Oh, die trekken rond, of wat?
Goed, mensen, we gaan het daar rustig bij laten. Ik hoop dat het een fijne avond was voor u. Voor mij inderdaad. Voor mij in ieder geval wel. En misschien tot de volgende keer. Of gewoon tot straks. Oké. Okay. Ciao!